Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag maandag 2 mei 2023 en ik ga vandaag weer vloggen. Dus kijk gezellig mee met deze vlog. Zo, dames en heren, het is weer bijna middag. Het is eigenlijk al heel lang middag. Het is nu al bijna alweer 3:30 middags. En ik zat dus net even te kijken naar de foto's die op mijn muur hangen. Van de musicals. Die ik jaren al heb gespeeld. En het is gewoon ongelooflijk, onbegrijpelijk. Gewoon, ja, onbegrijpelijk, weet je. Het is gewoon, ja, niet te beseffen dat ik al... Ja, dit al zo lang doe. En voor mij lijkt het nog maar kort, lijkt het niet, ja, kort, weet je. Mijn 9 jaar is toch ontzettend lang. En ik heb ook een heleboel musicals voorstellingen gespeeld en alles. Ik weet er sowieso mee doorgaan. Maar dit, vanaf klein jongetje, ja, ik zal even laten zien. Hier is een foto, de eerste musical die ik speelde. Ja, het lijkt alsof ik daar... Naar groot ben, maar ik was eigenlijk best wel klein daar. Zo'n onwerkelijk nog, hè. Vanaf deze musical. Daar, hè. Aladdin, daar eens even kijken. Ik heb er geen niet zo'n foto van, maar wel de poster van. Van zo'n musical ga. Naar deze musical ga. Naar de kleine Zimmerman. En dan ga ik eigenlijk naar Jaro Jungle. Die zal ik ook even laten zien. Die zal ik nu even laten zien. Dus dan herdacht ik van Jaro Jungle ging. Naar Peter Pan, als het goed is. En daarna Meisje en het Beest. Of Belle en het Beest. En daarna Mary Poppins, als het goed is. En daarna Enchanted. En nu die musical die ik nu ga spelen. Daar heb ik nog geen foto's, beelden van. Maar het komt er wel echt bijna aan. Het is maar een aantal weken tot het, tot de voorstelling eraan te komen. Dus ja, en als het zo daar is, zal ik sowieso ook weer vloggen. En de foto's, als ik foto's heb, gekregen, zal ik die jullie ook laten zien. Het is gewoon onbegrijpelijk dat ik van zo'n musical, van deze musical, naar die van Aladdin, en naar die musical ga. Met je die. En dat is gewoon echt niet te beseffen. Dat is gewoon van zo jong, zo, ja, van zo klein, zo jong, gewoon, ja, eigenlijk van nul acteerervaring. Want ja, ik had echt, volgens mij toen nog niet echt acteerervaring, helemaal niks, maar dat met acteren deed ik. En ja, ik vind nu wel dat ik gewoon steeds, ik vind gewoon nu dat ik goed kan acteren. Ik zeg niet dat ik de allerbeste ben. Maar ik vind wel dat ik het ontzettend goed kan. En alles. Acteren, dansen en zingen. Zingen, niet heel mooi, maar goed. Maakt ook niet uit. Draait ook niet, hè, om het zingen, maar draait eigenlijk meer. Ja, gewoon dat je het leuk vindt en. Daar draait het eigenlijk om. Niet echt per se om het. Om alles. Ja, moet ik zeggen. Maar goed. Ja, dat wou ik dus even mee te delen, omdat deze vlog zal ook niet heel lang duren. Ben ik bang, deze vlog zal nu denk ik wel duren, omdat ik nu al 3 minuten 27 lang ben aan het filmen. Dus deze vlog zal wel langer, iets langer duren. Maar goed, dat wou ik even mee te delen. Dus ja. We gaan door met de vlog. Nou, we zijn al bezig met de vlog. Maar goed, ik denk als ik dadelijk weer, ik denk dat ik weer ga vloggen als ik ga avondeten. Ja, dat sowieso. Thank you.
dames en heren. Van die strijd sluit ik ook deze vlog vooraf. Dus ik zou zeggen, vond je het een superleuke vlog? Vergeet zeker niet te abonneren en de video te liken. En dan zou ik zeggen, tot morgen bij weer een nieuwe vlog.